Dag allemaal, we beginnen deze serie met de Klazina uit Heeg, gebouwd in 1914. 40 personen kunnen daar een leuk feestje op vieren, een leuke rondvaart maken. De boot is gebouwd in Amsterdam op de werf de Amstel. Architect die bouwt voor wat het waard is. En hier komt een Adger, verkocht vanaf 1994-95. Door Bransma uit Sneek, een Scandinavische spitsschatter. Twee uitvoeringen, eentje van 8,40 en eentje van 9,50. Er komen nu twee aquanauts, allemaal van de jaren, nou, ik denk 80, 85. Maar fantastisch opgeknapt, op bijgehouden, beide waarschijnlijk. De strepen op de boot zijn normaal gesproken blauwachtig, hier wat grijs. Ziet er heel netjes uit. Het is de tweede, het is een ander type, maar ook net zo mooi en nog wel mooier opgeknapt. Een mooie, moderne blauwe kleur, misschien wel een nieuwe kap. Maar die mensen varen er toch wel heel netjes bij dit weekend, dit jaar. Mooie boten. Hier ook een Scandinavische spitsschatter. Een beetje een concurrent van de Adger. Een polyesterschip. En heel goed om een vakantie mee te houden en door Friesland of verder mee te varen. Gevolgd door een Maril. Maril is oorspronkelijk een sloep, maar deze is wat groter gemaakt. Een mooie boot, maar je ziet het weer is nog slecht. Ook polyester dit, mensen zitten binnen. Een zeilboot hoort er ook wel bij. Hoort er ook wel bij, want je vindt het ook wel leuk om te varen natuurlijk. Deze genieten, ik denk een huurzeilboot, maar ik weet het niet zeker. En ze wachten netjes voor de brug. Hier zien we ook nog een karaktervolle tweemasten zeilboot. Mooie boot. Mensen hebben het ook nog koud in de tijd van het jaar. Van de zomer wordt het wel beter. En dit is een pikmeer kruiser met opbouw. Ik vind hem zelf niet mooi, maar dat smaken verschillen. Achterop heeft hij wel een goede navigatie en tv-antenne. En misschien wel voor het internet ook. Kan ik niet helemaal zien. Ja, en hier komt een huurboot is het wel waarschijnlijk. Valt niet zoveel van te zeggen. Ik herken het type niet. Staal is het, knikspan, weet ik wel. Hoop ruimte erin. En ik kan het wel beter zien als u misschien, maar ze zitten binnen gezellig te dunsen. En kan je een wijntje erbij. Leuk. Mensen hebben vakantie. Uit de eerste jaar, dat is een huurboot. Dit is een plaatselijke boot. Deze man woont helemaal op die boot. En hij vaart een beetje hier en weer. Hij legt een beetje in het wild. Het is zijn huis ook. Dat kunnen we zien, want hij heeft een hoop spulletje bij hem. Ik denk dat alles wel goed functioneert. U ziet er voorop een pijpje. Daar heb een kachel erin. Maar de boot zelf ziet er niet uit. Maar hij doet het altijd goed. Hij vaart altijd, start in één keer. Hij rookt niet. Dus ik denk dat het technisch wel goed is. Maar de rest is technisch allemaal bij elkaar geraapt. Dat zie je ook wel aan de stootwielen. Collectie, die zijn oud, smerig en vies. En de boot die is al een beetje bijgeplamuurd, dus misschien wordt hij binnenkort geverfd. Hij heeft hier even boodschappen gedaan. En hier zien we, het is een linse. Maar voor oorsprong is linse ontstaan uit Jozef Flet, de firma die Jozef Flet bouwde. En dit is nog een, deze is ook al een 30 jaar oud. Qua model, dus één bronk degelijkheid en uit Jozef is dan linse ontstaan. Maar dat eerste model van Jozef Flet hebben ze toch aangehouden en verbeterd natuurlijk. Een populaire boot. Nou, dit is even een reigertje, die gaat van tussen. En waarom? Omdat ook wat hier voorbij vaart. Links om de hoek zit er een roeiclub op een paar kilometer afstand. En deze gaan regelmatig langs, met z'n tweeën, met z'n vieren, of soms wel met meer. Nou ja, dit is een charter, platbodem weer, dat zie je aan de zwaarder aan de voorkant. Een groepje mensen zitten nog niet aan een biertje, ondanks dat het al na de middag is, maar ze zitten lekker aan de koffie. En even wachten voor de brug. Hier is een polyesterboot,
Niet zo gek groot. Heel veel last van de wind. Als het waait. Maar ja. Als er een kacheltje in zit, is het toch wel leuk varen met deze boot. Heel wat anders natuurlijk als de volgende boot. De Tourist 4 of 6. 6 is het. Tourist 6. Vaart vaak met wat oudere groepen. Dit lijkt me een feest. Gezien de ballon aan de achterkant. Ze zitten allemaal binnen vanwege het weer. Ja, en hier ben ik wel nieuwsgierig naar of de mensen zijn die deze botentype herkent. Ik vind het best wel een karakterboot. Hij is wat ouder, niet dat hij al een jaartje of 30, 35 oud is. Staal, maar geen idee welk merk het is. Ik ben wel nieuwsgierig, dus geef het even door als reactie. Een mooie boot vind ik het. Nou, en hier hebben we weer een pikmeer. Ja, zeker weten, een pikmeer, een Zwitser. Ja, ik weet niet of het een huurboot is of het een eigen boot is. Ja, deze is de lijn aan het opruimen. Dus een vrij grote boot en ik heb hem erbij gezet omdat hij naast een lief klein bootje komt. Ook al een jaartje of 40, 45 oud misschien. 40 hooguit, denk ik. Staal. De ramen zaten vroeger in rubber. Nu zag ik het even snel niet. En dit is een boot voor van een stichting uit Ellinghuizen. En die vaart met gehandicapten. Vandaag niet, ze hebben hier boodschappen gedaan. Ja, dit is een boot met zijn mast naar beneden, dus die heeft hem ergens opgehaald. En die zal hem de komende tijd wel gaan optuigen. De mast naar beneden, zie je veel in Frankrijk, hier wat minder. Ja, en deze boot komt uit Woudzendt. Ja, het is een beetje een vissersachtige boot, visserskotter. VD22 staat erop, één bronk staal. Ik denk dat er een grote motor in zit. En, ja, die is omgebouwd als luxe motor. Prachtig, mooi. Mooi. Ja, en hier, wat hier aankomt voor, ja, dat is nou echt waarvoor Nederland bekend staat als botenbouwers en staal in bij uitstek, want als je dit ziet varen, ja, dan, het is een Brabo-kruiser. Ook wel een bekend merk in Nederland, maar kijk nou eens een keertje goed naar deze boot. Al een jaartje of 7, 8 oud denk ik, maar dat ziet er toch geweldig mooi uit. Kijk, en dit is waarvoor Nederland zo, in Europees, want bekend staat als de botenbouwers bij uitstek. En dit ook, want dit is ook allemaal degelijkheid, degelijk en goed gebouwd. Maar wel een stukje ouder, ik denk dat hij al 30 jaar oud, nee, 20 jaar oud is. 25 jaar oud is. Nou ja, hij kan tegen de, maar het ziet er nog steeds fantastisch en goed uit. En als laatste hebben we hier nog even een zeilboot. Hij gaat er achteraan, ik denk, pak hem even mee, vindt die meneer leuk. Als laatste, omdat ik daar dit weekend tijdens het open huis een gezellig wijntje gedronken heb. Een Linse van Zansi Jachtstarter. Die worden hier verhuurd vanuit Sneek. Linse is een prachtig groot merk, al een aantal jaren. Ik denk dat ze de meeste boten verkopen van Nederland. En dit model is ook een geweldig mooi model hier te huur. Tot het volgende filmpje. Als u abonnee wordt, dan krijgt u automatisch, als u dat goed instelt, bericht voor het volgende filmpje. Het zal na het komende weekend zijn. En ik zal kijken of ik wat bijzondere boten kan filmen en daar wat mee kan vertellen.